Goedemorgen, dinsdag 26 maart. En Quirino heeft... Studiedag! Ja, hij heeft het vanmorgen al tegen iedereen verteld. Iedereen die wel weg moest. Quirino heeft lekker studiedag. Superleuk, op een dinsdag. En hij is Minecraft aan het spelen. Minecraft. En je hebt heel veel kippen. Heel veel kippen. Ik laat ze even zien. Oh, die zitten binnen. Ja, ik heb hier... Van mijn huis ook weer nog een kip opgemouwd. Want kijk, hier is een kip, hier. Doe wat rustiger, Quirino, anders worden we misselijk op de vroege morgen. Allemaal kippetjes. En ik moet al die eieren nog gaan pakken. En waar zijn de eieren dan? Kijk, de eieren, even zoeken waar hij ligt. Kijk, hier liggen eieren. En die kun je dan pakken? Zo oppakken. En dan heb je centjes of zo? Nee, daar heb ik gewoon eieren. Oké. Kijk, op daaronder op het rijtje, daar zijn alle eieren. Wat een kippetjes. En ik zie parkieten of papegaaien. Parkieten. Ik word daar dus misselijk van, hè. Zelfs als ik het door de vlogcamera heen film, denk ik van, te vroege morgen. Goedemorgen, vandaag komen onze sokken, als het goed is. Onze echte compressiesokken voor te rennen. Kunnen we die mooi eens even passen en voelen hoe dat voelt? Wat wil je zeggen, vent? Kijk, en hier zijn deze dieren. Wat voor een dieren? Kijk maar. Oh, schapen? Ja, maar die toch? Kippen, als ik hem uitschiet. Kijk. Kijk, die kijken de hele tijd naar mij. Ja, die kippen kijken omhoog, ja. File. File met een boef. Vooraan de file, toch? Ja, de boef. Waar is de boef nou? Nog hier geplaatst. Oh jee, nu is de boef weg. Ja, de boef is kwijt. Oh, daar staat hij op de parkeerplaats. Oh, die oranje auto. En die zwarte auto zit hem proberen te pakken, maar de tanken zaten achter hem aan de tanks. En die hebben hem geschoten. Nou, ik ga nog even de was opvouwen. En dan gaan we samen met opa en oma naar de markt in Lanaken. Naar de markt in Lanaken. Daar is fruit en groente en bloemetjes. Oh, ja. Ik wil een bloemetje en een appel. Een bloemetje en een appel. Appeltjes lust jij, hè? Oh, appeltjes. Lust jij ook, hè, appeltjes? Oh, zou we dan twee kopen? Eén voor Leo, één voor mij. Eén voor Leo, een Leo een appeltje. Gaan we appeltjes kopen. Kijk, mijn broek. Mama, de file staat op het spoor. Oh, daar staan haren op het tent. Oh, heb je hond op je spoor liggen. Kan die trein alsjeblieft door? Hij rijdt gewoon door de haren. Wacht, ik schuif op. Pop. Wij zijn weg, kom. We gaan hier weg. Wow. Zo, god. Ja. Quirino, ik zie de paashaas. Zullen we eens gaan kijken bij de paashaas daar? Zullen we eens gaan kijken? Ja. Kom. In ieder geval, het zijn speciale. Ze zijn van een goede... Kijk! Ja. Van een goede winkel. Ja, de rustige winkel natuurlijk. Niks gaat er zo niet op, maar dat is dus hun... Alleen het beste van het beste. Zie je wat hij erin heeft zitten? Dat is goed ervan. Paaseitjes. Ja, ik zal me even voorstellen. Ik ben Haas, Paashaas. Ja, en wat is jouw naam hier? Welk adres woon jij? In Maastricht. In Maastricht. Wacht even. Maastricht staat op paaszondag om 4:00 's ochtends. Dus dan moet je nog in bed liggen. Want anders komen we niet langs. Dan vliegen we gewoon door. Ja, dus heb je een grote tuin? Ja. Oei. Ja, een hele grote tuin. Oei, daar worden veel paaseieren natuurlijk. Hè. We gaan kijken of we genoeg hebben voor jou. Maar de buren willen natuurlijk ook nog wel even iets. Hè. Ja. Okay. Gaat je even bij de paashaas staan? Ja. Kijk eens naar hier allemaal. Yes. Super. Kijk eens hier.
Voor jou alleen, alsjeblieft. Geweldig toch, hè? Hey Quirino. Ja? Ik weet op wie jij wacht. Op Damien. Op Damien. Ik heb een parkeerplaats gemaakt. Een fietsparkeerplaats. Ja. Maar het is nog te vroeg. Echt? Ja, half uurtje. Heb je de hik? Zullen we nog even gaan springen? Ja. Nee? Met de hik. Met de hik. Misschien gaat dan de hik over. Nee, maar mama, Toen ik sprong, en de, kijk, ik kan hem doen, zo de hik had, en toen ga je zo hoger, Ga je met de hik hoger? Ja. Oeh, wij hebben de paashaas gezien. Ja. En de boodschappen gehaald bij de Lidl. En Quirino heeft iets mogen uitzoeken. Ja. Voor opa en oma. En wat heb je uitgezocht? Voor oma en opa? Nee, jij mocht iets uitzoeken. Ik had een Lego auto uitgezocht. En een Lego cementwagen. Ja, een nep Lego, hè? Nep Lego. Wat zit er? Dat zijn mensen die bellen aan. En die komen dan vertellen over het geloof. Over God en over Jezus. Maar niet bij ons, hè? Jawel, bij ons hebben ze ook al aangebeld. Toen ik er niet was. Toen was jij televisie aan het kijken. Oh. Kom, springen. Vast. Damien, ik ga even met Leo, hè? Zeker. Dit komt wel goed, hè? Ja. Dit komt zeker goed. Stapje 1. Mooi. Ja. Toppie. Waar is stapje 2? Ga dan onder. Oké. Oké, 2 van die. Daar is hem. Is klaar. Ja. Oké, hij is een beetje mini. Ja. Hoe ging het, Damien? Goed. Maar die beton valt alleen. Maar het blokje slaat wel snel los. De blok. Ja, die betonfeest. De auto is van de Vibra. Ja. Dus jullie zouden hem niet aanraden. Nee. Dus ik ga mee spelen. Ik ga een foto doorsturen naar opa en oma. Ja? Ja. Kunnen ze hem zien, hè? Hij lijkt wel. Hij is alleen een beetje heel klein. Heel klein. Maar ze kunnen wel leuk met de kleine. Ja, hij past wel bij die andere autootjes, hè? Ja, hier. Zeker. Alsjeblieft. Dank je. Dankjewel, Damien, om mee te bouwen. Zeker. Hè? Ja, daar past hij wel tussenin. Ja, daar past hij wel bij. Sakken. Moet je plassen? Sorry, kerel. Hij gaat zwemmen. Ja, zeker. Je sokken. Mijn sokken? Jouw sokken. Kunnen we die vanavond laten zien? Jazeker, lukt hoor. Compressiesokken. En die van jou zijn gisteren gekomen? En die van mij waren gisteren hier, van Amazon. En die van jou zijn van Stocks. Gaan we ze vanavond openmaken? Ja, zeker. Ik ben echt benieuwd wat erin zit. Dus, Hoge sokken. Hoge compressiesokken. Ik ben echt benieuwd hoe dat zit. Ze zeggen dat die moeilijker aangaan. Ja, die moet je oprollen, dan over je tenen en dan beginnen af te rollen. Je kunt niet zo trekken. Oeh, dat laat me denken aan mijn oma met de steun. Ja, dat wou ook zijn sokken. Ongeveer hetzelfde. Veren voelt zich niet zo lekker. Oh jee. Oh jee.
Nee, geen zieke. En er was een kind in de klas die een virus in de longen had. Oh jee. En nee, een ander kind is aangestoken. Ik was vroeger een ander kind het ook al. Dus misschien dat ik dadelijk ook. Beginnen we niet aan. Nee, nee. Ga maar terug naar school. Geef het aan maar af. En ze zei dat duurde nog bijna 4 weken. Dat ja, dag. Nog niet misschien. Gaan we lekker zwemmen? Ja. Hey Quirino. Laat je Lego auto eens even zien. Lego auto? Ja. Die is mooi. Aha. Oh, ik heb nog waterkoekjes. Hier. Klein kind. Hij draait ook nog. Ja, hij is op een doosje groter, hè? Ja, daarom is het op een doosje een beetje groter. Ik vind hem wel geweldig. Nou, Quirino is er helemaal blij mee. Ja, tuurlijk. Zou ook zijn. Dat is echt leuk. Hé, mooi hoor. Er zijn er nog veel meer van. Mm-hmm. Ga ze allemaal sparen. Mm-hmm. Nou, ik vind die wel leuk, want dat is een Volkswagenbus. Mm. Die wil papa. Die wil ik. Als je jarig bent. Hè? Als ik jarig ben, dat duurt nog zo lang. Oh, dan word je 50. Ja, dan word ik 50. Ja, ja, welke? Ik wil die. Die gele, die schoolbus. Welke eerst? Dat is die van jou, dit is die van mij. Jij hebt Amazon, ik heb... Ik heb Amazon, jij hebt Stox. Yes. Jij was de duurdere, ik ben de goedkoper. Dan doe eerst de goedkopere. Maar dit was jouw eigen beslissing, hè? Dat was mijn eigen beslissing, okay. Ja, ja, zeker. Niet totdat ik iedereen denkt, waarom krijgt hij goedkopere sokken? Nee, dat was mijn eigen beslissing. Oh, je hebt twee dezelfde? Twee dezelfde. Sta... Ja, groen, pas bij het shirt. Stamina? Physics Gear Sport. Stamina socks. Mooi bepaald. Die zijn smal. Ja, die moeten steunen. Kijk eens die kleur, die past er bij een shirt. Ja, maar dat zit in je schoen, hè. Meer boven, kijk ook hier de kleur. Het staat er toch op. Nou, passen. Passen. Zou je denken? Ze zeggen dus dat je ze moet oprollen. Want omdat ze zoveel stevigheid geven, moet je ze oprollen. En dan dus vanaf de teen gaan aandoen. Anders krijg je ze niet goed aan. Zo pas ik er nooit in. Zie je wel dat ontzettend smal is? Ja, nee, maar als je ze zo opholt, was ik dat doen. Dat krijg ik niet. Dan krijg ik dat niet. Die krijg je denk ik nooit meer uit. Die krijg je nooit meer uit. Die heb je tot de marathon aan. Oh jee, die arme huid. Oh, lekker? Of niet? Dat is lekker. Dat zit lekker strak. Kijk, extra. Kijk wat een smal beentje. Ja, mooi hè. Moet wel beter dan bij de tenen. Het zit zo strak, ik kan niet gaan aantrekken. Ja, nou zit hij goed. Hé. Hey. Maar vertel, wat voel je? Ja, hij drukt erop. Is lekker. Maar ook hier drukt hij ook. Ja. Oh, ja, morgen ga ik pas er meer aan. Ik vind ze mooi. Zijn die voor jou ook zo mooi? Ik heb geen idee. Even hier spieken. Hier spieken. Ja, wat je bent aan het... Ik ben een samenvatting aan het maken. A, C, D. Nee. Recovery en de compressie. Nou, wil je met die een struit halen? Die een struit halen, natuurlijk, schat. Oh. Mooi, hè?
Ja, heel anders. Voor dagelijks gebruik, hè. Maar toch heel... Vind je het niet anders? Ze lijken veel korter. Korter en breder. Ze zijn wel korter, ja. Die van papa leek een stuk steviger. Nou. En die van mij zijn duurder. Die zijn een flink stuk duurder, ja. Maar we weten het niet, hè. Als je ze straks aan hebt misschien. Ja, dit is echt voor de sport. Ja, voor dagelijks gebruik. Voor de sport. En dat is na het sporten. Die zal dus ook goed samenhouden. Maar we gaan morgen rennen. We gaan morgen rennen. En kruipen we morgen in die compressiekousen? Kruipen morgen erin. Komen we er niet meer uit. Komen we er nooit meer uit. Maar volgens mij heb ik wel een ander materiaal. Ja, ja, top? Ja. Ik heb meer nylon hier. Dus ik ben benieuwd. Antifatiek, dus tegen moeheid. Recover faster. Boost stamina. Oh, dan gaan we nog harder. Staat erop. Improve performance. Increase circulation. Recover faster. Reduce muscle soreness. Dus tegen verzuren. Soothe, achy, legs and feet. Geen idee. Reduce swelling. Relieve symptoms of varicose veins. Ik laat hem even. Oh, ik dacht dat je lijst nog doorging. Nee, niet meer door. Maar waar we de schoenen hebben gekocht, hè, bij de loperscompany, die zei, die compressiesokken, die moet je helemaal niet doen. Ja, dus, maar voor mijn blessure was dat toen, hè, vroeger wij. Nou, hij vond het eigenlijk onzin. Maar wij zijn eigenwijs, omdat we overal voelen dat het elke keer een beetje aan het, maar het schijnt wel te helpen, dat staat ook overal op internet. Ja, we voelen toch wel spierpijntjes en pijntjes hier en pijntjes daar. Niet geschoten is misgeschoten. Vind ik ook. Dus... Zit wel lekker. Ja, zit het lekker? Je voelt echt gewoon... Ja, je hebt er eentje aan. Ik heb er eentje aan. Dus. Zit echt lekker. Dat zit lekkerder dan normale sok of dit? Dit. Kijk, dit is allemaal normale sok. Maar dan kan ik beter nog zo'n heel pak aantrekken. Zo'n duikerspak. Weet je wel, gewoon helemaal. Helemaal inwikkeld. Ja, en dan gaan we. We zien het morgen, hè? We zien het morgen. Doei doei. Goedemorgen, woensdag 27 maart. Vandaag ga ik rennen met mijn nieuwe compressiesokken van Stoks. Maar we gaan eerst even naar de ortho. Een gesprek bij de orthodontist voor Sarana. Alleen zijn we op buienradar aan het kijken. En daar komt me toch een pak met regen en storm aan. Wat doen we? Ja, wat willen we anders? Wat willen we doen? Ik ben eigenlijk aan het twijfelen. Het valt nu nog mee. Of we niet gewoon vertrekken. Ja. Zijn we wel een half uurtje te vroeg. Ja. Ja, kijk. Momenteel is het droog dan. En daarin dat je nu een tijdje door gaat spoelen. Ja, daar worden we niet echt blij van. Dus over een paar minuten gaat het los. We zijn wel heel vroeg, dus nu even kijken, 8:10. Ja, we hebben om 9:10 de afspraak. Ja. En we fietsen 20 minuutjes. Zullen we even wachten? Ja. En dan zien we wel hoe erg het wordt. Kijk, het is jammer, ik heb dat gratis busvervoer. En die stopt gewoon naast. Ja, anders ga ik mee met de bus. Ik heb er ook een buskaart. Ja, je hebt ook een bus. Ja, zo kan ook, met een bus. Want die stopt er letterlijk naast, dus dan... Ja. Dan gaan we met de bus. Yes. Nee? Terug van de orthodontist. En ik heb Sarana meegenomen. Sarana had een nieuw meisje bij de orthodontist. En die kreeg de boog niet geplaatst. En nou, dat liep eigenlijk echt helemaal fout. 1,5 uur, hè, heb je in de stoel gelegen. Hè? Ja. En uiteindelijk hadden er eerder hulptroepen bij moeten komen. Nee, dat was geen leuke ervaring. En tuurlijk, hè, ze moet het ook leren. Maar zet er dan iemand naast. Ja, zet er iemand zonder bij. Ja, nou ja. Het is nu 11:30. We hadden om 9:00 een afspraak. Ja, het is nu 9:55. Nou, Sarana voelde zich niet lekker daarna. Dus ik heb hem weer teruggenomen. Ik ga rennen. Ik ga het even van me afrennen. En ik heb nieuwe compressiesokken. Het enigste is, ik moet erin zien te komen. Gisteravond zei Guy, doe ze eens even aan. Ik heb echt een half uur gewormeld en gestruggeld om erin te komen. Dus het zal even duren. Eer dat ik in mijn sokjes kom. En voor te rennen
heb ik deze, die paarsblauwe. Die zijn echt nu voor gaan te hardlopen. En dit is recovery. Dit is als ik terug ben. Dan kan ik deze aandoen na het douchen. Maar ik ga nu proberen hierin te komen. Dan ga ik even rennen. Gaat het? Yes. Ja, joh. Ja, eten ging net niet zo lekker, hè? Nee, dat deed pijn. Dat deed pijn. Dus, ik ga even rennen. Yes, doe dat. Kun jij even afschakelen? Ik ben benieuwd. Alleen het regent buiten. Maar goed. Ja, succes. Hè. Bugelbekkie. Oh, en zo lang al. 8 jaar. Ja. Laat eens kijken hoe ze staan. Want ze waren daar ook... Ja, het staat wel mooi. Ja, hopen dat het bijna klaar is. Ja, we hebben een kleine kostenbegroting gekregen. Ik durf het prijsje niet te zeggen. Nee, zullen we maar niet doen, hè? Nee. Ik ga rennen. Ik heb ze aan. Een hele workout, ik heb ze aan. Ze zijn mooi, zeg. Ja, zeker. Ze zijn mooi, hè? Ja. Ze passen mooi. Ik vind ze zo dun. Dun? Ja. Nou, ik ga zo niet rennen, hoor. Nee. Deze broek ga ik aan. Maar ik denk, laat het even zien. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Wat ga ik rennen? Even denken. 5 minuten hardlopen. 6 keer. En dan tussendoor 1 minuut rust. Oké. Dus 5 minuten rennen, 1 minuut lopen. 5 minuten rennen en dat 6 keer. Dus het zal wel even duren, Serena. Zeker, doe maar rustig hoor. Oh, je zit op TikTok. Nee, ik ga nu zo leren. Dus hier is een lekkere, dit ziet lekker uit. Ja, deze wil ik gaan maken, deze. Wat heb je daarvan nodig? Ja. Och, amandelspijs, dat heb ik niet. Nee, die wil ik er niet in doen. Oh, die wil je... Huh? Ik lust geen amandelspijs. En ik wil ze ook lussen. Dus eigenlijk alleen bladerdeeg, rozijnen en een ei. Oh, dat is niet veel. Dus, nee. Ik hou zo van amandelspijs. Nee, dat vind ik echt niet lekker. Nou, gaan we broek verwisselen en dan ben ik weg. Doe dat. Oh, mijn sokken zijn goed gekeurd. Yes! Ja! Super fijn, lekker warm. Houdt echt de kuiten goed bij elkaar. Aanrader. Nou, lekker even rennen. Lekker rennen. Opstaan. Dat is moeilijk in combinatie met het vloggen. Even uitzetten. Ja. Nou, huppatee. Derde ronde. 5 minuten rennen. En dan weer 1 minuutje lopen. En mijn sokken helemaal perfect. Ze blijven mooi zitten. Ik voel dat de kuiten goed worden dichtgeknepen. Lekker. Nou, eigenlijk zat mijn training er nog niet op, maar ik voel in mijn bovenbeen dat het een beetje gespannen is. En aan de achterkant, tussen mijn bil en mijn knie in, voel ik de spier trekken. Dus een wijs besluit, hè. Ik ren het niet helemaal af. Moet ik wel nog een flink stuk naar huis lopen, maar dat maakt niks uit. Hè? Dan wandel ik lekker naar huis, lekker douchen. En vanmiddag geef ik Quirino vrij, alleen maar gezellig. Ta-da. Mooi, hè? Alleen gek, daar staat Jumbo op, hè? Ja, ik vind dat niet zo... Maar ik heb ze in de sale gepakt. Mm-hmm. In de sale bij Stocks. Er zal toch een of andere samenwerking met Jumbo zijn. Hoppatee. Nou, we hebben lekker gegeten. Sarah is ook thuis, Kiona is thuis en Quirino is thuis. Ik heb de hardlooptraining niet helemaal afgemaakt. Ik voelde een klein beetje iets in mijn achterbeen, maar tijdens het douchen was het eigenlijk alweer weg. Dus, maar goed, soms is het niet erg om iets eerder te stoppen. Hè? Sarah is volgens mij een soort van stokjes of loodjes aan het maken wie met Leo gaat. Gaat Kiona met Leo? Gaat Sarah met Leo of ga ik met Leo?
Dat gaan we eens eventjes zien. Ik weet niet wat voor een weddenschap het wordt. Ik vind het ook niet erg hoor, als ik het word. Maar het regent buiten. Het regent buiten. Maar krijgt de kleinste, moet die meteen op de Maar nou hoofd. Weet jij het toch? Ja, maar jullie twee trekken toch? Jij gaat sowieso niet. Hoe bedoel je? Het zijn drie stokjes. Oh, als zo. Jullie twee trekken, dan maakt het niet uit. Ja, maar Kiona, wie gaat met ons de kortste of de langste? De kortste, toch? De langste, toch? De langste? De kortste. Ja, wel even eerst iets worden. Kortste stokje gaan met Leo. Kortste stokje gaat met Leo. Oeh, dat was best een lange. De kortste. Ja, ja. Ik ben net gedoucht. Nee, wacht, Quirino, dat is spannend. Wacht, Quirino, dat is spannend. Quirino, welk stokje zou jij trekken? Welk stokje zou jij kiezen? Ik. Ja. Ja, pak er eens een. Die? Nee, ik wil niet. Pak hem maar eens. Nou, zal ik hem pakken? Ik pak deze. Oh, dat vind ik juist het allerdomste. Shit. Oh. Ah. Dag, Saar. Sarah, dat moet met de hond. Hoppatee. Queen, kom je mee met de hond? Nou. Queen wil gaan tekenen. Moet ik met de hond gaan? Kun jij met Queen tekenen? Kan ik daarna mijn huiswerk maken? Nee. Die. Oh. Ik wil Sarah met de hond, Kiona met de tekenen. Zal ik even met de hond gaan? Nee. Ik heb toch mijn recovery socks aan. Ja. Yeah. Het hebben dikke kuiten, hè? Zie je dat? Nee, ik ga met de hond. Jij, dan werken wij er aan buiten. Ik ga met de hond. Ik ga aan de tafel af en Kiona gaat tekenen. Gaan wij tekenen? Yes. Dan kan ik daarna huiswerk maken. Dus dat loodje straks of van niet? Nee. Oh. Daar komt de workout. De eerste workout. De warming up. Oh, jij komt er veel gemakkelijker in. Nou, nee. Normaal zeggen ze eerst helemaal oprollen, maar ik doe hem dus over de teen trekken. Kijk. Ja, team Jumbo ben jij, ja. Hey. Hoppa. Oh. Maar ik ben blij, hè? Ja. Want bij jou komen ze hoog uit. Ja, die komen hoog. En jij hebt nog kortere pootjes. Wij hebben pootjes. Wij hebben pootjes. Wij hebben pootjes. Dus ik ben eigenlijk wel blij, want ik heb hem beter bij die... Ja, je hebt hem lager. Het zijn lager. Oh, wat zijn we sexy. Sexy. Nou, Gieke gaat lekker rennen. Ik ga rennen. Jij hebt de paasdoos van de zolder. Je hebt het eerste Lego moeten opruimen. Eerst de Lego allemaal moeten opruimen, toen de paasdoos... Deem is dan stofzuigen. Ja. En Kion heeft de bonentak. Ja, ik heb de bonentak. Ja, we hebben boontjes gekregen. Die zijn een beetje la la la. Maar kijken of we er nog leven in krijgen. Natuurlijk. Ja. En je mond gaat zo ook stuk. Ik ga wel even plassen op gaan. Dan moet je sokken uit. Voor te plassen. Nee. Wat ga jij rennen? Want er staat 20 minuten op. Maar vind ik erg lang voor mijn beentje. Ik wil dat rustig opbouwen. Dus ik denk dat ik gewoon iets van 2,5 of 3 kilometer ga. Doe maar voorzichtig, want ik voel dus nu in mijn bovenbeen. Ik doe het voorzichtig. Ik denk ik stop gewoon. Dat komt omdat dat jij... Dat is het belangrijkste. Ja, hè? Je lichaam moet je voelen. Dat schema, dat... Je eigen lichaam. Je moet voelen wat je rent. Mm-hmm. Vader, moet je stoppen als het in gaat. Go for it. Ik ga er even pinkelen, plassen. Want onderweg plassen is heel lastig. Kijk hoe leuk. Kiona. Ho. Ho. Wat nou? Niet sexy. Nee. Ik. Ga even plassen. Ga even. Gaat het goed hier? Ja. Ja? Quirino is lekker gewassen. Lekker gewassen. Kijk Quirino. Wat is dat mee? Het is gewoon een konijn. Een paashaas. Nee, dat is geen paashaas, hè? Paasmeisje. Sorry. De paashaas. Die zijn wel leuk, hè? Ja, die zijn leuk, hè? We moeten even afblazen, even afschoffen, hè? Oh, ik heb die nu kwijt. Komt goed. Net verkeerd denken, schat. Ik was net hier voor de deur klaar. Oeh, dat is niet goed, hè? Nee, normaal loop ik niet. Daarom ben ik in de tuin rondjes lopen. Maar dat is wel lekker. Lekker, hè? Oh, die voeten voel je niet. Heerlijk. Had je over heel je lichaam moeten hebben, hè?
ja, dan ben je mummy. Maar het is wel heel lekker. Ja, ik vond het ook wel heel fijn. Ja, dus, tip van ons. Komkomrijstkousen. Ja, dan moeten we bijkopen, hè? Ja, zeker. Oh, die zitten heerlijk. Gooi je nog een balletje mee? Ja, dan ben ik wel even in de buitenlucht. Ja, ik ben... Hey, zag je dat? Stond die erop? Ja, zeker. Dat komt. Tweede keer lukt het toch niet. Dat komt door de sokken. Komt dat door de sokken, hè? Zij steken op de grond. Het is geen voetbal. Potverdriedubbel nog eens op de zeg. Mooi, mooi. Muurtje omduwen. Muurtje omduwen. Hier die kuitspier oprekken. En dat is de gevaarlijke. Ik voorzichtig zijn. Maar ik voel niks meer. Heerlijk is dat. Zeg het nou maar niet te hard. Ja. Op dit moment voel ik hem niet. Laten we het dan zo zeggen. En nou is hij helemaal ingepakt. Dus dat voelt echt lekker. Laat ik even lekker douchen. Netjes, netjes. Wij krijgen gevulde puntpaprika's. Oh, lekker. Met gehakt. Oh. En een boontje. En couscous. Lekker, lekker, lekker. Wat heeft oma... Oh, weet je wat oma nog in de tuin heeft? Kabouters. En kippen. Hoi. Zou je een hekje maken? Wie kan ook kippen tekenen? Als het goed is, is op deze tekening een gouden paasei verstopt. Ja. Ja. Hij is nog steeds niet hoog. Ik laat even mijn vulling zien. Voor ik die, kom eens pieken naar de vulling. Kom eens kijken, het wordt lekker. Zo. Red maar neer. Oh la la, oh la la, oh la la. Je bocht is te klein. Ja, hè? Zag ik ook al. Je bocht is te klein. Het ziet er wel goed uit, hoor. Ja, de boontjes vallen toch wel tegen. Ze zijn met liefde schoongemaakt. Oh, ze zijn met liefde schoongemaakt. Ja, dat maakt het al veel beter. Heb je plaatsgebrek? Ja, ik krijg altijd claustrofobie. Tegen mij dat ergens deze week, volgende week, ik weet niet wanneer, dat de klok weer omgaat. Is altijd op zondagmorgen. Slapen we een uur korter. Ach, daar hebben we zin. Een uur korter? Dat ja. Weet ik nooit. Van 7 naar 6. Ik ben ook goed in deze baan. Nee, dan gaat hij van 6 naar 7. Nee, want de zon komt er nog op. De zon, dus het is als hij van 7 naar 6 gaat, mag je nog een uur blijven liggen tot het weer 7 uur is. Dus hij gaat. Je moet dan om 6 uur op. Nee, dan... Nee. Kijk, luister eens even. Nee, is goed. De zon is... Gewoon straks op de gsm kijken op zondagmorgen en dan zie je hoe dat is. De zon gaat op. Eerlijk. Ja, dus dan heb je korter. Ja, je slaapt korter. Ja, maar dan gaat hij andersom, niet zoals jullie zeggen. Normaal word je om 7 wakker, nu om 6. Dus dan gaat hij van 6 naar 7. Dan gaat hij niet van 7 naar 6, anders mag je nog een uur blijven liggen. Van 6 naar 7, dat is toch logisch? Ja, maar jullie zeggen van 7 naar 6. Ik heb niks gezegd. Damien, kijk eens even waar die klok naartoe gaat. Dat is heel logisch. Maakt toch helemaal niks uit. Maar je hebt een pilsje. Je hebt een biertje. Ja. Afliegend blond. En een Grols bier. Ja, dat maakt niet zo uit. Nee, dat kan niet. Ik heb geen afliegend glas. Zeg eens 3 keer afliegend. Afliegend, afliegend, afliegend. Ja. Wat is dit lekker, mama? Dat je zoveel.
Demi gaat kijken naar de klok. Je was gaan filmen. Ik denk het echt 100% zeker. Dit is toch heel logisch? Ja, maar jullie zeggen het verkeerd om. Kijk, ik heb niks gezegd. In het voorjaar springt de klok een uur vooruit. In het najaar gaat de klok een uur vooruit. Dus dan mag ik nu het komt te slapen, ja. Dat zeggen we toch. Dat zeggen we. Jullie zeggen het, hij gaat van 7 naar 6. Dat is dus niet zo, hij gaat dus van 6 naar 7. Gaat hij van 6 naar 7? Ja, hij gaat s'nachts om, aan 2 uur gaat hij altijd om, hè. Van 2 naar 1? Nee, van 2 naar 3. Waarom gaat hij om 2 uur om? Altijd s'nachts. Waarom moet hij om 12 uur? Wat precies? Nee, 2 uur. Zoek maar op, altijd om 2 uur. Kijk even hoe laat hij omgaat. 2 uur. Nou, ze is Mina, bijna 50 jaar levenservaring. Nee, hij gaat de andere kant op. Ik heb niet 50 jaar, ik heb pas 20 jaar. Ik heb het over mezelf. De klok gaat altijd om 2 uur s'nachts op. Voilà! Ik hou niet rijden, waarvan? Heb je dat uitgetest of zo? Moet je toch zo zelf omzetten? Schat, ik heb nachtdiensten gedraaid. Dan zie je het zo op je telefoon omspringen. Ja, want soms had je pech met nachtdienst. En soms, had je ook voordeel. Heel enkele keer gehad, maar meestal was het altijd balen dat ik langer moest. Dan moest je een uurtje langer. Ja. Het is spannend, Fiek. Ik ben moe. Ja, doe je mee met de hond? Kom op. Dat is enthousiast. Hey, maar ik heb warme voeten, hè? Hey. Kijk, dan heb je een perfecte compagnon om mee te wandelen. Doe jij mee met de hond? Echt? Ik ben vanmiddag ook al geweest. Ik vanochtend terwijl jij nee, aan de beurt was. Nee. We hebben bloedjes en ook al. Eigenlijk jij ook. Hey. Is dat ruzie? Ik mag geen baan kiezen. Om de beurt. Om de beurt. Omhoog. Omlaag. A. En de laatste. Bijna kan ik uitslapen. Nog 1 dag naar school en kan uitslapen. Maar gaat de klok om. Dat ligt gewoon een uurtje langer. Kijk, wacht, toch? Je bent op zondag of maandag? Of? Nee, zondagmorgen. Dus zaterdag. Ah, zaterdagnacht. Ja. Zondagmorgen. Ja, zaterdagnacht. Echt mannenlogica. Zaterdag. Het zijn gewoon zaterdag op zondag. Toch? Misschien moeten ze stoppen met die klok. Ja. Het zijn van jaren of op is, ze doen het nog niet. Of ze doen gewoon die standaard in dat ze tot een uur langs kunnen staan. 60 of 70 jaar dat ze dit doen hoor. Dus. Ja, maar waarom? Ik weet niet. Het volgens mij iets met het draaien van de aarde of zo, toch? Draaien van de aarde? Licht en donker, hè? Dit is speciaal voor de mensen om ze dan langere dagen of zoiets te geven. Veel. Dat je door licht naar school kan. Nee. Liever door donker, dat zie je niet. Nee, ook niet. Gewoon niet. Gewoon niet. Ja, zullen wij eens lekker afsluiten, Gien? Ja, ja, dan moet je ook eerst nog gassen. Tot morgen weer. Doei doei. Ik ga deze dus echt lekker.